We zijn hier bij Marien Zijlstra in Heten. Hij heeft als hobby een kleine theeplantage en maakt zelf ook verschillende soorten thee. Ja, hoe ben je nu eigenlijk op het idee gekomen om met deze hobby te beginnen? Dat komt eigenlijk dat ik een bergwandelvakantie in Turkije heb gehouden. Daar hadden ze heerlijke thee en ik dacht bij mezelf, dat kan ik ook. De thee die nu heb je in het buitengebied van Heten, heb je ook nog die theeplantage. Ja, dat klopt. Hè? Hoeveel struiken staan daar? Er staat ongeveer 300 struiken. 300 struiken? Ja. Oh, dat is aardig wat, hè? Ja, potmaat 29. Staan nu voor het derde jaar. En zijn nu ongeveer kniehoogte. Ik ben vanochtend op het theeveld geweest en ik heb daar theeblaadjes geplukt. En ik heb even een theeblad of stengel meegenomen om te laten zien hoe ik dat doe. Deze stengel zit er normaal aan de theeplant en ik pak een schaartje en ik ga de eerste vier blaadjes er afknippen. Ja, nog even iets over die theeplant. Die heet dus eigenlijk een Camellia sinensis. Ja. Mensen zullen het misschien wel kennen, want in de tuin staat nu ook vaak een Chinese roos. Mm-hmm. En dat is familie van deze theeplant. Ja, dat klopt. Ja. Maar nu hebben we meteen al een eigenaardigheid, want thee dat wordt verbouwd in subtropische klimaat en niet in het kille en koude Nederland. Dat klopt, maar deze plant is speciaal voor dit klimaat geteeld. Aha. En is dus winterhard. Hij kan een tot min 12, min 15 graden kan hij hebben. Ik zal eventjes uitleggen wat ik normaal met deze blaadjes doe. Deze blaadjes leg ik normaal op een blad. En ik zorg dat de stengeltjes eraf gaan. En daar laat ik ze een aantal uren liggen in de zon. Of ik doe ze in de oven bij mevrouw. Want de bedoeling van deze blaadjes is dat ze eigenlijk slap worden. En als ze slap worden, dan zijn ze eigenlijk gereed om de volgende stap te doen. Dat is het rollen. En je pakt gewoon een stapeltje blaadjes en je gaat daarmee rollen. En de bedoeling van een rollen is dat eigenlijk de structuur wordt opengemaakt en de theïne naar boven komt. Die leg je dan op het blad. Met het blad ga ik naar mijn theekamer. Ja. Dan ga ik naar de oven van mijn vrouw. Pak het blad. Doe dat in de oven. Als die in de oven staat, dan stel ik de oven in op 180 graden. Laat hem ongeveer 12 minuten hete lucht produceren. En dan komen de blaadjes er gedroogd uit. Ik heb thee gemaakt met deze thee. En als je thee hebt gezet en je kannetje is leeg en je kijkt naar de thee, dan komt het er zo uit. Kun je iets vertellen over de verschillende soorten thee? Jawel, ik maak voornamelijk de lichtgroene thee. Met dezelfde blaadjes kun je ook de zwarte thee maken. En je kunt ook nog zogenaamde oolong thee maken. Ja, maar en wat is het verschil? Het verschil is de tijdsduur van droging. Hoe droger of ze worden, hoe meer of ze verbrand worden, hoe intenser de oxidatie plaatsvindt. En in feite de karakter van het blad wat verandert. En de sterkste thee? Dat is eigenlijk de zwarte thee. Dus het is gewoon een proces van hoe lang? Ja, hoe lang drogen. En bij oolong thee ga je tussentijds ook nog een keer wat bevochtigen. Maar ik ben begonnen met de meest simpele soort en ja, dat is de groene thee. Ja. En elke thee is ergens anders, want de smaak van de thee wordt bepaald door de ligging van het theeveld. Maar ook van de ondergrond, hè? Wat voor type grond gebruik je, ja, wat voor type bemesting doe je. En ik kan wel zeggen dat deze thee uit Heten echt een unieke thee is in Zeeland. Ja, ja. Met ja, een hele speciale ja, afdruk. Nu kennen we ook kruidenthee, ja, rooibosthee, maar komt niet van de theeplant, hè? Is dus eigenlijk geen echte thee, of wat? Nee, dat is eigenlijk fabrieksmatige thee. Het is thee die je door allerlei melanges en toevoeging van additieven krijgt. Maar dit is echt een puur natuurproduct wat zo van het land af
hier op de tafeltennis wordt gemaakt en tenslotte in de oven en hitte gaat. Ik heb voor Duitse planten heb ik een bodemonderzoek gedaan. Ik heb advies gekregen wat ik zou moeten doen en dat volg ik nu netjes op. Ik moet in feite mest type 2 van DCM, dat is fijnkorrelige mest die heel snel in de bodem zakt en snel op het plantenstelsel of wortelstelsel zit. Dat doe ik 2 keer per jaar en eind oktober mest ik ze af om de sapstroom wat... En je hebt er nog een pomp, zag ik. Ja. Dus, het is van belang, want het is een tropische plant, dat hij af en toe goed water krijgt. Want hij heeft wel periodiek goed water nodig. Dit seizoen, hè, nu dit jaar, is een perfect jaar. Hij groeit fantastisch. Hij heeft echt een groeispurt gemaakt. Hoe vaak ga je nu oogsten, zeg maar? Nou, oogsten kun je eigenlijk vanaf pak een beet eind april tot eind september. En ik doe het puur in periodes van 2 of 3 weken, als ik er zelf zin aan heb. Dan doe ik dat en verder doe ik dat niet. De opbrengst is eigenlijk puur privé en ik zou eigenlijk wel leuk vinden als ik het bij een lokale winkel kan verkopen. Want dat geeft je toch een klein beetje het trotse gevoel. Wel eens gedacht aan Haiti? Ja, zeker. Ik doe het nu het proces in de keuken. Je zou het ook op een wok kunnen doen. Door het wokken zou je ook die bladeren kunnen drogen. En dat zou ik eigenlijk willen doen, dat de mensen hun eigen blaadjes plukken, zelf gaan wokken en dan met lekkere streekproducten een fantastische middag beleven. Ja. Nou, als iemand uit Heten dit met mij wil organiseren, gaarne. Of Haalte, of Deventer, of Amsterdam, of wat je maar bedenkt. Wat vind je nou het leukste van deze hobby? Nou, het leukste wat ik aan deze hobby vind is eigenlijk problemen oplossen. Want het eerste probleem was eigenlijk dat de grond niet goed was en dat de planten niet aankwamen. Toen heb ik me helemaal verdiept in hoe krijg ik die plant nu aan de praat en nu is het eigenlijk het probleem van hoe krijg ik mijn gedroomde appeltjes thee. Oh ja. En dat is nog wel een uitdaging, want drogen en dat gaat niet zo best en vriesdrogen is bij mij mislukt. Maar dat heb ik nog niet helemaal afgeschreven. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ja. He? Want je bent ook nog bezig met cider. Ja. Cider is een andere hobby van mij. Ik heb nu een cider die ik zelf lekker vind. En waar ik ook, laat maar zo zeggen, een hele bijzondere smaak aan heb. Kijk eens aan. Je bent geen type die achter de geranium zit, zullen we maar zeggen. Nee, ik denk dat we als we ouder worden, dat we wat uitdagingen nodig hebben. Ja, zeker. Zowel geestelijk als fysiek. Ja. En daar kun je daarin kwijt. Ja. Nou, bedankt voor je tekst en uitleg. Prima. En nog veel succes. En mensen zijn welkom. Oké.